Het museum Meijer van den Berg in Antwerpen is in de ban van de beeldtaal van schilder Jeroen Bos. Dit jaar vieren we in 's Hertogenbosch het 500ste overlijdensjaar van Jeroen Bos. En daarom vinden we het interessant om aansluitend bij de actualiteit de focus te leggen op een deelaspect van onze collectie, namelijk de 7 werken die heel nauw aansluiten bij het oeuvre van Bos. Het zij geïnspireerd door het oeuvre van Bos, het zij gemaakt door kunstenaars in zijn zeer directe omgeving, het zij kopieën naar zijn werken die we in eigen collectie hebben. We staan hier in de Breugelzaal en waar zouden we beter kunnen staan dan bij het oeuvre van Pieter Breugel de Oude, die, hoewel hij een halve eeuw later geleefd heeft dan Jeroen Bos, toch heel duidelijk beïnvloed geweest is door de stijl van zijn voorloper. Er zijn heel veel Bosjaanse elementen in het oeuvre van Pieter Breugel de Oude. En als we kijken naar de dulle griet die hier ten strijde trekt naar de mond van de hel, die wordt echt omringd door heel bizarre wezentjes, half mens, half dier. Kijk maar bijvoorbeeld naar deze vis die poten heeft of naar dat kopvoetertje met alleen maar een gezicht en 2 armen. We hebben ook andere elementen die duidelijk uit het oeuvre van Bos komen, zoals dat kopvoetertje die een lepel in zijn achterwerk heeft, of dan een ei dat openbreekt en een tal van figuurtjes laat uitkomen. Dat zijn allemaal elementen die Breugel heel zeker uit het oeuvre van Bos heeft gehaald. Dit werk is ongeveer 50 jaar na het overlijden van Bos tot stand gekomen, maar hij kende zijn oeuvre ongetwijfeld door overgebleven werken, maar ook door gravures, prentkunst enzovoort. Sint-Antonius, de verzoeking ervan, was een van de zeer geliefde thema's in de 16e en begin 17e eeuw, omdat het toeliet dat de kunstenaar dan zijn verbeelding de vrije loop liet gaan. Sint-Antonius was uiteindelijk maar de aanleiding om tal van heel bizarre figuurtjes, mooie naakte vrouwen, af te beelden, terwijl dat anders niet mogelijk zou zijn. Dus hier zien we dat Sint-Antonius neerknielt en hij wordt omringd door heel opvallende figuurtjes. En ze zijn duidelijk geïnspireerd door het oeuvre van Bos. En dan verwijs ik vooral naar dat gebroken ei hier helemaal onderaan, waar je een heel bizar figuurtje ziet uitkomen. Men noemt dat een kopvoetertje, omdat hij alleen maar een kop heeft met armen en benen erop. Het Museum Meijer van den Berg organiseert ook rondleidingen voor individuele bezoekers, die onder leiding van een gids kennis kunnen maken met het werk van Bos en zijn navolgers.